voor bijna alle vrouwen is haar zeer, zeer belangrijk. In die zin, we leven in de 21ste eeuw waar toch iedere vrouw er zeer mooi wilt uitzien. Uiterlijk is heel, heel belangrijk. En ik denk dat haar daar een heel groot deel in speelt. Wat echt volledig voorbij en passé is, zijn eigenlijk opsteekkapsels met nog steeds de pijpenkrullen rond het gelaat. Wat ook echt nat dan is, zijn de kuiven, allee, ja, heel veel lakken. Het is tegenwoordig allemaal veel natuurlijker, simpeler, nonchalanter. Welke kapsels dat ik allemaal heb gehad? Ik heb eigenlijk niet heel veel variatie gehad, maar ik heb vroeger altijd een beelderige bos krullen gehad. Tot ik op een keer op verlof was en tegen de Glenn zei, ik ben mijn krullen beu, want ik zou graag eens iets anders willen. En hij heeft toen in Egypte, in het hotel, zijn we samen naar de kappers geweest. En hij heeft daar aan de kapper gevraagd dat zij zijn schaar en kam mocht lenen. En hij heeft mij toen een korte Rihanna-coupe aangemeten. Het is eigenlijk een beroepsmisvorming. Hè? Als je een slecht geschilderde muur ziet en je bent schilder, dan denk je ook, ja, ik wil onmiddellijk gaan schilderen en eraan beginnen en een muur afschuren. Ik denk dat iedere kapper of kapster dat ook heeft. Dat je zegt van oké, okay, ik kan dat niet aanzien en ik moet eraan beginnen. Dat is gebeurd. Jaloers? Nee, niet echt, want ja, ik denk dat ik alle kneepjes van het vak ken om mijn haar goed in de plooi te kunnen leggen iedere morgen. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb zelf ook extensions, dus mijn haar is absoluut niet dik. Maar ik ken de trucken van het vak en ik haal af en toe mijn trucken dus ook naar boven om af en toe zelf iets ook te experimenteren of te ervaren of zelf iets te doen. Ik denk als ik naar de dagdagelijkse klant kijk in het salon die bij ons komen, zijn de mannen toch veel ijdeler dan 10 jaar geleden. Ja, ja, ik moet toegeven dat ze toch tegenwoordig ook af en toe durven met foto's af te komen die afgeprint zijn van het internet. Want ik wil toch een look-alike kapsel van een ja, Justin Bieber tot een Brad Pitt tot eigenlijk ja, totaal verschillende Hollywoodsterren die eigenlijk een trend zetten zoals een Beckham. Dat wordt allemaal echt opgevolgd.